Big data gaat simpelweg over hele grote volumes data die je eigenlijk niet met een normaal database management systeem kunt verwerken. Dus het gaat over heel groot volume. Het is een onderwerp dat niet voor niks nu heel erg leeft. Dat komt omdat er steeds meer data verzameld worden door mensen. Ze nemen foto's en slaan zelf heel veel data op. Door Internet of Things gaan apparaten ook steeds meer data verzamelen. Dus er ontstaat veel meer data, dus je kunt er ook steeds meer mee doen. En als je kijkt naar de toepassingen, nou, je kunt er heel veel efficiëntiewinst mee boeken. Je kunt je logistiek beter, slimmer organiseren. Je kunt je producten verbeteren, vernieuwen, je businessmodel. Je kunt zelfs op HR innovatief zijn of op marketing, profiling. Het gedrag van jouw klanten. Daar beter inzicht in krijgen en het ook voorspellen. Dus het kan echt alle kanten op. En het is vooral voor organisaties van belang om je daarin te verdiepen en te kijken welke mogelijkheden er zijn en wat voor jouw organisatie van belang is.